Nee, we hebben, wat ze zeggen, een van de beste bieren ter wereld gewoon op tafel staan. Westvleteren. Westvleteren 12. En nu wil het verhaal dat de Sint-Bernardus Ab 12, deze, dat die eigenlijk gewoon hetzelfde is. Ja. Ja, wat is dat bij Sint-Bernardus? Brouwden ze onder licentie dit bier. En ja, op een gegeven moment wilden ze toch het Trappisten-logo hebben. Toen moest het naar ja, binnen de kloostermuren. En ze hebben eigenlijk alles gewoon meegenomen naar het klooster en daar gaan brouwen. En alles hetzelfde. Ja, want uiteindelijk, nou ja, het recept is daar gebleven, de giststam is daar gebleven. Dus eigenlijk het enige verschil is het brouwwater. Nou ja. In de installatie misschien, en de locatie en de ja, stand van de maan. De vraag is een beetje, ga je dat soort dingen terugproeven? Ja, dat is de vraag, ja. Ze zeggen van wel. Nou ja, aan de andere kant, ergens hoop je het wel. Want ik bedoel, nou ja, deze die staat bij de Appie, bij de Mitra, bij Beerwolf staat die vast ook in de webshop. Voor pak een beetje €2 nog wat en een beetje. Ik denk nog geen 2,50. En nou deze, wat overigens leuk is, hij is etiketloos. Het enige wat je dus hebt is een dopje. Waar ongeveer alles op hoort te staan. Maar deze, nou, die gaat snel naar €10-12, ja, de fles. €10, ja. Ja. Dus, maar goed, als die zo weinig verschil heeft, dat zou je eigenlijk zeggen, dat is een reden voor een beer battle. Ja, dit is eigenlijk de ultieme beer battle, toch? Precies. Laten we in ieder geval zo opentrekken. Gewoon inschenken, toch? Ja, gewoon inschenken. Die schuimt, hoor. Ja, deze ook. Dus dat is op zich, qua schuim is die al redelijk hetzelfde. Zo, als ik zo begin, heen en weer spiek, dan vind ik ze wel redelijk hetzelfde uitzien in ieder geval. Ja, ik heb wel hetzelfde idee. Dus zo, kijken of we er een paar mooie proefjes van kunnen maken. Opdelen? Ja, dat gaan we doen, hè. Dan moeten we er zo ook bij. Zo. In ieder geval een bakschuim. Ze schuimen enthousiast, dus dat is in ieder geval iets wat duidelijk is. En dat doen ze ook echt alle twee. Nou moeten we er wel voor zorgen dat ze natuurlijk niet door elkaar gooien. Dus deze en de twee, dat is dus de Sint-Bernardus Ab 12. De, laten we even zeggen, nou ja, prijsvriendelijke variant. En die andere, dat is de Westvleteren 12. Nou, met als je het hebt over prijsvriendelijke variant, is ditgene met het allerbeste verhaal. Absoluut waar. Even kijken, die wisselen om. Dus dan heb ik hier de Westvleteren en hier de Sint-Bernardus. Westvleteren, Sint-Bernardus. Wat doen we eerst? De Westvleteren ga ik eerst. Ja. Op zich ruiken dat ding als rozijnkaramel. Echt wel zo'n Belgisch bier. Ja. Zijn kan wel iets beetje chocolaagtig, wel die geroosterde toon. Ja, qua druppel een beetje die kant, zeg maar. Saashop of zo. Ja, het is wel een aroma hopje, hoor. Komt wel erin. Precies. Wel echt een volle intense beleving. Er zit zoets in. Maar ook gisteren toch wat. De gistigheid van de gisteren heen. En dan ook nog wel ergens wel een beetje echt dat een beetje typische wat Belgische bieren we hebben in de hop. Niet heel aanwezig, maar wel eentje die er gewoon lekker mooi onder ligt. Ja. Ja. Dus ja, het is, ik bedoel, kijk of het best of het lekkerst is, kun je het over hebben, maar het is wel echt super goed in ieder geval. Nou deze, de Sint-Bernardus Ab 12. Als je ruikt, vind ik wel duidelijk, hetzelfde recept. Het ruikt niet zo. Het ruikt niet hetzelfde, maar ik zou dit blind niet uit elkaar halen. Ja, ik bedoel als je hem nu als mijn ogen dicht doe wel, maar... Deze, ik vind deze iets meer rozijnen nu ruiken. Iets meer rozijnen ruiken. Ja, en zeker nu ik ze naast elkaar drink, vind ik ze niet hetzelfde. Nee, deze is zoeter lijkt wel. Ja, hij lijkt wat zoeter. Suiker. Ja, inderdaad. Het is alsof, het een beetje, alsof ze er net even een klein scheutje suiker zo in gedaan hebben. Als in de zoetheid, zeg maar. Ik denk dat, qua smaak vind ik hem ook wel redelijk dicht bij elkaar liggen, hoor. Maar ja, de vraag is dan,
zit er zoveel verschil in dat je kunt zeggen dat je gaat verschil merken? Ik moet zeggen, de West-Vetere is wat. Kijk, die Sint-Bernardus, er zit meer van die kandijsuiker smaken. Ik vermoed dat het met allebei is gebraden kandijsuiker. Dat is echt een beetje de Belgische traditie. Daar krijg je hele mooie bier van. Maar toch heeft de West-Vetere zit een iets meer gelaagder moutprofiel in, om het zo maar te zeggen. En bij de Sint-Bernardus blijft hij iets eenzijdiger. Ja. Alsof het een andere maalsoort is aan iets meer kandijsuiker om tot de kleur te komen. En dat het bij West-Vleteren wat puurder is ofzo. Ja. Ja, en wat ik vooral heb is, op het moment dat je ze naast elkaar ruikt, dan zit er niet gek veel verschil in. Wat ik vooral heel erg merk is op het moment dat je die West-Vleteren drinkt, hij is gewoon voller, net iets complexer. En het is gewoon nog wat meer dat ik denk een beetje een smaakbommetje. Bij die andere, hij is wel heel lekker, er zit veel smaak aan, alleen hij is gewoon enkelvoudiger. Ik vind in de geur ook wel hoor, de geur, als je goed die, dat is een goede proefglas ook hoor. Er zit een bepaalde geur aan, ik moet me op een of andere manier aan gulpenen denken. Er zit zo'n maar dat is een beetje die moutigheid. Dat moutigheid, ja. Dat hier, is het zeker. Hier ruik je echt meer de kandij in, en in de West-Vleteren ruik je meer de moutigheid. Ik zit nog even te kijken of ik iets van de kleur kan zeggen. Nou, is het natuurlijk niet echt ideaal licht. De Sint-Bernardus en de West-Vleteren. Nee, dan zou ik zeggen dat ze echt allebei hetzelfde zijn hoor. West-Vleteren iets lichter misschien. Ja, maar goed. Ja, weet je, het is natuurlijk ook een beetje lastig om het zo te zeggen. Omdat natuurlijk als de een echt een stukje ouder is dan de ander, daar zit daar natuurlijk ook weer verschil in. Als ik moet proeven, zou ik niet zeggen dat de een ouder is dan de ander. Nee, dat zou ik ook niet zeggen. Vooral ook omdat... ik proef niet heel erg enige vorm van oxidatie of zo. Nee, dat is zeker waar. Nee, totaal niet. Zouden we al een conclusie kunnen trekken? Want... Nou ja, zoeter, iets meer kandij. Deze is iets meer iets complexer, iets meer mout. Ja. Het lijkt wel heel erg op elkaar. Het lijkt super op elkaar. Ik vind de West-Vleteren wel iets lekkerder. Omdat hij iets meer te bieden heeft qua complexiteit. Ja. De Sint-Bernardus is iets meer wat je verwacht van een Belgisch bier, weet je, meer ook dat. 13 in een dozijn, zoet, Belgisch. West-Vleteren heeft het ook, maar die biedt nog iets meer. Ja. En Sint-Bernardus is ook een super lekker bier, maar toch meer het kandij komt daar veel meer naar voren dan in een West-Vleteren. Ja. Wel een verschil. Dus nee, ik zou zeggen, inderdaad, de West-Vleteren heeft dan wel mijn voorkeur, maar nou ja, zeker gezien de prijs is dat natuurlijk niet heel erg aantrekkelijk. Wel heel tof om een keer te drinken, ja, dus het is zeker de moeite waard om hem wel gewoon een keer te kopen. En ook tof om naast elkaar te drinken, want je proeft wel dat in een basis is het wel echt hetzelfde recept. Absoluut. Ik vermoed wel dat inmiddels de recepten niet meer 100% hetzelfde zijn. Want ik vind het verschil in moutigheid wat de West-Vleteren heeft te bieden is echt wel anders dan... Het kandijprofiel wat bij Sint-Bernardus ervoor komt. Ja, dat zou kunnen. Ja. En dan moet ik nog wel zeggen, want dat vind ik wel echt een groot verschil. Als ik nou moet kiezen, dan zou ik bij de West-Vleteren zeggen. Ja, weet je, dan is dit moment gewoon, weet je, zomers in de tuin. Gewoon nog eventjes lekker, weet je, het wordt een beetje frisser. En dan zo'n bier, daar gewoon even lekker van genieten. Ja. En dan is het echt gewoon een van de beste momenten daarvoor. Als ik dan kijk naar deze, de Sint-Bernardus. Dan zou ik deze eerder gewoon combineren op het moment dat je, weet je, een mooie dessert hebt of zo. Of weet je, deze die pakt wel wat lekkerder gewoon ook bij het eten. Dat denk ik ook, ja. Ik denk als je deze met een beetje zoetige dessert hebt. Puur chocola, dat weet beter. Kan allebei wel, maar misschien omdat deze iets zoeter is. Dat nou ja, en ik denk dan dat het complexe en het mooie van deze, en je gaat er ook nog chocola tegenaan gooien, dan verdwijnt dat een beetje. En dan is het eigenlijk een beetje zonde van je bier. Ja. Dus ik zou, als ik nou moet zeggen, wat is de lekkerste, dat kan ik zo niet meteen zeggen. Zeker voor dit moment zeg ik de West-Vleteren, omdat dat gewoon het moment beter is. Maar deze blijft wel heel erg goed. Ik vind ze allebei heel erg goed. Ze zijn dus op de topbier. West-Vleteren een kwart puntje meer. Ja, kwart puntje. Dat is het verschil. Ja. Ja. Iets meer complexiteit. Nou, ik ga er wel even van genieten hoor. Zeker, dat gaan we zeker doen. Dus ik zou zeggen, proost. Proost.